Dit is Gesprek op Niveau en deze week praten we met campagneleider voor D66 voor het referendum, Kees Verhoeven. Dag Kees. Dag Jan. Prettige wedstrijd. Dankjewel. Kees, jij zat bij de kiesraad die de uitslag bekend maakte van Geen Pijl. Daar hoorde je 427.939 handtekeningen, geldig. Wat dacht je toen? Ik dacht knappe prestatie. Dat had ik natuurlijk ook al gezegd toen jullie de 450.000 handtekeningen binnen hadden. Ik bedoel, ongekend. En ik dacht, nou, het is goed dat er nu een referendum komt over de samenwerkingsovereenkomst met de Oekraïne. Dacht je niet, hè kut, dit willen we helemaal niet? Nee, dat dacht ik niet. D66 is de partij die dit referendum, waar Geen Pijl gebruik van heeft gemaakt, mogelijk heeft gemaakt. Maar jouw politiek leider Alexander Pechtold, die zei, je kan Europa niet in een referendum proppen. Het onderwerp is niet goed. D66 straalde maar één ding uit. We willen dit helemaal niet. Ja, dat heb jij vaker tegen mij gezegd. Nou, dat heb ik niet alleen gezegd, dat heeft Alexander Pechtold gezegd. Dat was ook een van de dingen die je op de website van Geen Pijl zag. Hè? Als je de handtekening had gezet om dit referendum te ondersteunen, dan kwam er in beeld, je hebt Alexander Pechtold heel verdrietig gemaakt. Nou, zeker. Op basis daarvan heb ik ook een keer een stuk in de krant gezet en ook op de website, waarin ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat D66 voor dit referendum is en blij is met iedereen die een handtekening heeft gezet. Nee, D66 is voor het referendum, maar was tegen Europa. Dit referendum. Je hebt dat nu heel vaak gezegd. Ik zeg nu één keer hoe het nu is. Oh, jullie zijn veranderd. Nee. De D staat voor draai. Maar jullie wilden niet een referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. Dat is duidelijk gecommuniceerd. Ja, dat zeg je elke keer. Ik vind het belangrijker om nu ook vooruit te kijken. Nou, ik kijk eerst even achteruit. Prima dat je terugkijkt. We hebben die behandeling van de wet gehad. Toen is er op een gegeven moment een voorstel gekomen om het ook mogelijk te maken om het over Europese verdragen te hebben. Van de SP. Van de SP. En toen heeft D66 dat gesteund. Het zal best zo zijn dat D66 wel eens een keer heeft gezegd, misschien zijn bepaalde onderwerpen ingewikkeld. Dat is inderdaad iets waar jij steeds op hamert. Maar dan zeg ik, luister, op een gegeven moment hebben wij, en dat is ook democratie, als partij gezegd, willen we dit ja of nee? En toen hebben we in 2014, toen de mogelijkheid is geschapen, hebben we gezegd ja, ook over Europese verdragen en ook over dit verdrag met de Oekraïne. Nou, moet het kunnen. Nadat de SP ingreep, want in eerste instantie heeft D66 gezegd dat alles wat over de EU gaat niet referendabel moet zijn. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan je voor een referendum zijn, maar je eigen liefdesbaby de EU willen uitsluiten? Een liefdesbaby uitsluiten is natuurlijk nooit de opzet geweest. Het enige waar je misschien van zou kunnen zeggen dat is het punt geweest, is de vraag. En dat is ook een vraag die heel reëel is om als politieke partij op tafel te gooien. Wat gebeurt er dan? Wat kunnen we wel en niet met een uitslag? Daar moet je ook eerlijk over zijn, want anders komt er een uitslag en dan voelt de bevolking zich nog erger behandeld. Hoe bedoel je dat? Maar D66 heeft die, daar kom ik zo op, D66 heeft misschien die afweging gemaakt. Maar uiteindelijk hebben wij, en daar gaat het om Jan, gezegd bij de initiatieven die we zelf hebben ingediend met deze aanvulling van de SP, daar zijn wij voor. Is het niet lastig om voor een referendum te zijn? Hè? Bestuurlijke vernieuwing is een van de kroonjuwelen van jouw partij. Om dan te zeggen, ja, we willen wel een referendum, alleen dan willen we wel bepalen waarover. Het is toch het instrument waar je voor bent en niet het onderwerp? Exact. Vind je dit project van een referendum goed voor de democratie? Absoluut. Het is een versterking van de democratie. D66-prominent Laurens-Jan Brinkhorst, ooit minister, ook voor uw partij, vindt dat Geen Pijl juist de democratie om zeep helpt. Dat heeft hij inderdaad onlangs in de Volkskrant gezegd. Dan schaam je je toch dood als je dat leest? Nou ja, ik vind dat inderdaad een uitspraak waar ik van zeg, die zou ik niet doen. Nee, maar een prominent van uw partij doet het wel. Goed, hij is gelukkig, hij is vrij om te zeggen wat hij vindt. En hij is ook vrij om op zijn manier over de democratie te praten. Als jij mij als vertegenwoordiger van de Tweede Kamerfractie vraagt van, wat vinden jullie ervan? Dan zeg ik, nou, dat is helder, wat ik je net heb gezegd. Referenda is belangrijk, versterking van de democratie, geeft de bevolking de mogelijkheid om de Tweede Kamer terug te fluiten als dat nodig is. Ook over onderwerpen die misschien wel ingewikkeld zijn, maar dat is helemaal niet erg, want elk onderwerp is in zekere zin ingewikkeld. En bij een verkiezingsprogramma kun je ook wel zeggen, ja, wie leest dat dan? Nou ja, dan kun je ook gewoon zeggen, we stemmen op die partij. Dus ik heb daar niet zo'n moeite mee. Laurens-Jan Brinkhorst is een prominent voor D66, niet? Ja, dat is zeker een prominent voor D66. Die vindt dus dit referendum de democratie om zeep helpen. Dat zijn dus ook democraten van uw partij. Daar word je toch helemaal gek van, neem ik aan?
Nogmaals, ik ga niet zeggen dat ik helemaal gek word van bepaalde uitspraken van mensen in mijn partij. Want er zijn altijd mensen die een uitspraak doen en daar zit misschien dit ook niet een gedachte dit zijn niet zomaar mensen, nee, dit is een oud-minister. Dit is de heer Brinkhorst, zeker. Laurens-Jan Brinkhorst zegt ook, in feite is geen pijl met hun initiatief op de hand van Poetin. Een Poetin-vriendje. Dat is toch ook een uitspraak, niet? Dat is een pittige uitspraak, maar pittige uitspraken in het debat, die moeten gewoon altijd kunnen. Waar het natuurlijk om gaat, is dat hij zegt, wij willen graag samenwerken als Europese Unie met Oekraïne. Om ervoor te zorgen dat Oekraïne op het gebied van politieke democratie en versterking, rechtsstaat, handel, goed samenwerkt met de Europese Unie. En dat is beter dan dat hij in de invloedssfeer van Poetin wordt getrokken. Maar uw prominent zegt namelijk wel dat op het moment dat je voor een referendum bent, een van de kroonjuwelen van die hele partij van u, dat je dan de vriend van Poetin bent. Maar dat is natuurlijk een hele rare gedachtekonkel. Hij heeft niet gezegd dat als je voor een referendum bent, dat je voor dan dit referendum. Vriend van Poetin bent. Hij zegt, dit initiatief, met dit initiatief ben je op de hand van Poetin. Dat betekent namelijk dat je mensen die gebruik maken van een wet, dat overigens door D66 is geïnitieerd, gelijk op de hand van een dictator schrijft. Dan ben je natuurlijk voor geen knip voor je neus waard als democraat. Ik vind het heel goed dat jij voor dit referendum bent. Ik vind het heel goed dat geen pijl dit referendum heeft geïnitieerd en dat het er komt. En ik vind de verbinding daarmee direct dat jij daardoor een vriend van Poetin zou zijn, dat zou ik niet zo zeggen. Ik vind wel dat het samenwerken met de Oekraïne ervoor kan zorgen dat de Oekraïne onder het juk van Poetin uitkomt. En dat is wel een reden waarom D66 in de Tweede Kamer in 2014 volmondig ja heeft gezegd tegen dit akkoord. Is het niet hetzelfde wat Pechtold zegt? Poetin en Pechtold zijn eigenlijk twee dezelfde mensen. Die zeggen namelijk allebei, we hebben Oekraïne nodig. Dat is ook een ferme uit. Dat mag, hè? Dus je mag je vraag ja, maar maken. Maar jij uit. Doet nu ook een hele ferme uitspraak. Dat zou ik als uitleggen. Ik die knip, dan zeg ik dus, Jan Roos en net, Poetin en Pechtold zijn dezelfde mensen. Ja, maar ik zou, is ja, ook pittig, hè? Ja, maar ik zou ook uitleggen waarom. Prima. Poetin zegt namelijk, we hebben Oekraïne nodig als buffer naar de EU. Pechtold zegt namelijk, we hebben Oekraïne nodig als buffer naar Rusland. Dat is één en hetzelfde. Ik denk dat het heel belangrijk is om het als volgt te zien. Kijk, Oekraïne is een buurland van de Europese Unie. Oekraïne ligt tussen Rusland en de Europese Unie in. Ja. Daar blijft het ook liggen. Daar blijft het absoluut liggen. Nou, en, wij zeggen, en dat zegt overigens ook de Oekraïnse bevolking, laten we samenwerken met het veel hervormingsgezindere, veel democratischere Europa. Dat zegt de Oekraïnse bevolking. Volgens mij is daar een burgeroorlog gaande, precies over dit besluit. Ja, een heel groot deel van de Oekraïnse bevolking wil helemaal niks met de EU te maken hebben. Nee, maar een heel groot deel van de bevolking wil het ook heel erg graag wel. Je weet hoe het begonnen is. In 2014 is er een opstand gekomen omdat Janukovic, die wilde niet de democratisch gekozen. Die wilde Janukovic. Niet. Ja, maar ik vind democratische volksvertegenwoordigers ook heel belangrijk. Dus ja, maar die man is wel weggestuurd, ja, hè? Terwijl hij democratisch gekozen is. Uiteindelijk is hij weggestuurd omdat hij dus door de bevolking. De bevolking kwam in opstand omdat hij een het deel. Verdrag met de Europese Unie niet wilde tekenen. Een deel van de bevolking. Maar Jan, dan zeg ik ook, een deel van de bevolking zegt nu ook, we gaan dit referendum houden. Maar je kan en dat niet, is dus ook iets wat, kan, voor, wat voor de hele bevolking. Maar je kan niet als de EU een land claimen dat verscheurd is. En op dit moment is het een verscheurd land. Ja. Dus dan moet je het met rust laten. Dan moet je helemaal geen associatieverdrag meer tekenen. Maar, liever gezegd, claimen, is er wacht even, oorlog wacht even, gaande wacht even. Om dit associatieverdrag. We claimen, dit is nou zo'n beeld neerzetten waarvan ik vind dat je het veel u claimt toch maakt, Oekraïne door te zeggen, nee. De bevolking wil bij de EU? Beste Jan, wij claimen niet Oekraïne. Het is nog een geopolitieke zet om de grens van de EU aan de Russische grens te plaatsen. Breng je daarmee niet juist de EU en Nederland in gevaar? Ik denk dat het is het niet juist handig om Oekraïne als buffer te houden? Ik snap je vraag. Ik vind dat dapperheid iets is waar jij de afgelopen tijd hebt gezegd, ik ga hiervoor knokken en ik wil laten zien dat het me lukt. En je bent dapper geweest in het opzoeken van de mogelijkheid van, gaat dit referendum lukken? Ja, maar ik ben op zoek naar meer democratie en ik ben niet op zoek naar oorlog. Nee, maar ik ben ook niet op zoek naar oorlog. Ik ben op zoek naar samenwerking met Oekraïne, omdat dat land op heel veel punten de hulp van Europa en de versterking vanuit Europa door de instanties te ondersteunen kan gebruiken. En jij zegt nu, daardoor komt er oorlog. 1. Ik denk dat dat niet zo is. En 2. Ik denk dat als dat de enige reden is om het niet te willen, geen samenwerking, omdat je dan een oorlog ingezogen wordt, dat vind ik niet een hele logische redenering. U weet op dit moment wat er gaande is in Oekraïne? Absoluut. Dan weet u toch ook dat daar een oorlog gaande is? We zien toch dan elke, weet u toch ook dat het te maken heeft met dat de Russische invloedssfeer behouden moet worden volgens Rusland en dat de EU met Guy Verhofstadt en Hans van Balen van uw liberale fractie in Europa, daar als een paar oorlogshitsers op dat plein hebben staan te schreeuwen van, we gaan voor jullie alles mogelijk maken. Nee, je zit, ziet toch twee kwaden die om een land strijden? Er zit absoluut een geopolitieke dimensie aan. Alleen, dit associatieverdrag tekenen we met Oekraïne. We hebben bijvoorbeeld ook een associatieverdrag met Chili.
Ja, en, er wordt en alleen nooit een lid van de EU, hè? Nou, jullie zeggen elke keer dat Oekraïne ook zeker lid gaat worden van de EU door dit verdrag. Dat staat nergens in het verdrag. Wacht even, dat staat nergens in het verdrag. En jullie claimen dat elke keer. Een eurocommissaris, meneer Steulen, die heeft gezegd, ze moeten lid worden. En wat voor eurocommissaris is dat? Voor uitbreiding van de Unie. Die heeft letterlijk gezegd, ze moeten lid worden in 2014. Okay. Hoe is dat nog te ontkennen? Je zit nu met een D66 Tweede Kamerlid aan tafel. Nee. En ik Hoe is dat nog te ontkennen? Nou, ik ontken het omdat het A, helemaal niet in het verdrag staat. Het staat ook niet in het verdrag genoemd als een van de dingen... Het is een rijdende trein die niet te stoppen valt. Nou, maar Jan, als jij zegt het is een rijdende trein, dan zeg ik ja, het rijdt op een heleboel gebieden. Want we zijn voortdurend in overleg met allerlei onderwerpen waarin Europa probeert dingen te verbeteren. Dus er is dynamiek, er wordt politiek bedreven in Europa, er worden besluiten genomen. Het is een rijdende trein. Als het gaat over de uitbreiding, dan is er de afgelopen tijd een hele duidelijke kritische lijn met hele harde criteria... om lid te kunnen worden. Oekraïne voldoet niet aan die criteria. Dus op dit moment is er geen sprake van. Voldeed Roemenië aan die criteria? Nee. Voldeed Bulgarije aan die criteria? Volgens mij... Nee. Volgens voldeed mij... Hongarije aan die criteria? Ja. Nee. En hebben we, hebben we geleerd van het verleden? Heeft D66 geleerd van het verleden? Ja. Gaan we nu de lessen uit het verleden toepassen in de toekomst? Ja. U betekent zegt het dat Oekraïne zomaar lid kan worden omdat we een associatieverdrag met ze hebben? Nee. U zegt dat het onmogelijk is om lid te worden als je niet voldoet aan de criteria. Ik noem net drie landen op die alle drie lid zijn geworden, terwijl ze niet aan de criteria hebben voldaan. Dus het is nonsens. Het is een non-argument. Zou u willen dat Oekraïne lid wordt van de Europese Unie? Nee, op dit moment is dat absoluut niet. Ja of nee, niet op dit moment. Ja, maar zou u willen? Nee, ik zou dat nu niet willen. Maar ik zeg wel. Wanneer nu. Wel? Nou ja, dat weet ik niet, maar nu niet. Dus nee is het antwoord op je vraag. Heel simpel. U bent campagneleider. Ja. U zegt, we gaan campagne voeren om zoveel mogelijk mensen naar die stembus te krijgen. Dat is ook nodig, want er moet 30% opkomst zijn. Hoe gaat u dit verkopen aan de Nederlandse bevolking? Dat is een hele belangrijke kwestie, hè? Dat ik ervoor zorg, en dat moet ook het kabinet, hè? Want het kabinet duikt op dit moment... Het is voornamelijk een moeilijke kwestie. Het kabinet, nou, maar moeilijk, daar loop ik niet voor weg. Maar hoe gaat u die campagne invullen? Wij gaan twee dingen doen. We gaan tegen alle mensen die we kunnen bereiken zeggen, dit is belangrijk. Een referendum geeft je de mogelijkheid om je stem uit te spreken over iets wat belangrijk is, in dit geval het akkoord. Dus ga stemmen, daar begint het mee. Dit is belangrijk. We gaan zoveel mogelijk informatie over dat associatieakkoord proberen in heldere, duidelijke informatievormen naar de mensen te krijgen. De PvdA, de VVD en de CDA houden zich angstvallig stil op dit moment. Want CDA doet er niet toe. PvdA en VVD zijn regeringspartijen, die hoor je niet. Die hebben een groot probleem. A, omdat het kabinet, meneer Koenders, ik was laatst met meneer Koenders in debat, samen met meneer Omtzigt. Ik zeg, goh, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen om de bevolking te informeren? Wat gaan jullie doen op het moment dat op 1 januari dat verdrag voorlopig voor een deel al in werking treedt? Hoe gaat u om met de uitslag? Meneer Koenders reageerde, van Buitenlandse Zaken, reageerde geïrriteerd. De heer Rutte wil het woord campagne niet in de mond nemen en is een beetje weifelend. We gaan wel informeren. Maar hij durft niet echt te zeggen, wij gaan als kabinet duidelijk maken. Maar dat heeft de heer Plasterk heeft het alleen maar over de kosten van dit referendum, ook niet enthousiast. En de Partij van de Arbeid en de VVD hebben nog een ander probleem. Hun achterban die is namelijk, ook tegen. Die is namelijk tegen. En zelf hebben ze voor gestemd. Dus ik denk dat die partijen denken, oei, dat wordt lastig. Maar ik vind, zij moeten de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van hun ja-stem. Want ze hebben in het parlement maar ook dat ja betekent gestemd. Toch, meneer Verhoeven, dat D66 alleen gaat staan in hun ja-campagne. Want de regeringspartijen die denken, we doen het maar even niet, want dat is slecht voor onze achterban. Het kabinet, nou, die heeft in 2005 zich bemoeid met de Europese grondwet. Nou, u weet hoe dat is afgelopen. Dat wordt ook niks. Dus u staat alleen. Ik sta er alleen voor. In 2005 hebben een aantal partijen heel weifelend voorzichtig gedacht, nou, best belangrijk, lastig. Er is geen goede campagne gevoerd destijds om ervoor te zorgen dat mensen wisten waar gaat het wel en niet over. Nou, dat gaat nu weer niet lukken. Nou, u staat er alleen voor. Ja, maar als ik er alleen voor sta, hebben we in ieder geval een betere kans dan de vorige keer stond er helemaal niemand voor. Een van de grootste frustraties van 2005 is dat de Nederlandse bevolking opkwam, zijn stem gaf en uiteindelijk is daar niets mee gedaan. Is dat ook een les dat geleerd is? Gaat D66 de uitslag van dit referendum, mits boven de 30% opkomst, accepteren? Of gaan jullie er alleen maar naar kijken? Nee, we zullen die uitslag zeer zwaar laten wegen. Zeer zwaar. Nee, luister goed naar me. Dat deden ze in 2005 ook. Nee, dat deden we in 2005. Zeer zwaar laten wegen, maar we doen het niet. We zullen de uitspraak zeer serieus nemen. Alleen ik vind wel, ik ga nu niet, dat doe ik gewoon niet, al vraag je het me 100 keer. Ik ga nu niet zeggen wat ik met een uitslag over een paar maanden ga doen. Maar vertrouw er nou eens op dat ik met mijn partij naar die uitslag, als we keihard geknokt hebben voor een jaar, maar wat de uitslag is, dat wij dat dan heel serieus mee op. Maar heel serieus dat wij nemen. Heel zwaar laten wegen. U bent de D van... Democraten. Democraten, ja. Dus niet van draai, ja. Niet, ja. Maar wel van duidelijk dan. Ja. Dan moet u zeggen, wij hebben deze wet mogelijk gemaakt. Ja.
En als de Nederlandse burgerbevolking daar gebruik van maakt, dan accepteren we per definitie de uitslag. Nee, u accepteert hem niet. U gaat er naar kijken. U laat het zwaar wegen. En dat is ambtenarentaal van we doen er geen moe mee. Nou even de ambtenarentaal. En dan moet het ook echt even heel erg precies. Dit referendum, en ik vind het niet de hoofdlijn van de debat, maar dan ook even de techniek en de spelregels. Waar jij gebruik van gemaakt hebt met je club. En terecht. Het is een raadgevend referendum. Ja, je kan het naast je neerleggen. D66 is zelfs voor bindend correctieve referenda. Die zijn er alleen nog niet door andere partijen die het allemaal weer tegenhouden. We hebben nu dit. Jullie hebben gezegd, we maken er gebruik van. Hartstikke goed. Dan zijn de spelregels dat het kabinet het naast zich neer kan leggen na een debat in de Tweede Kamer. D66 kan dat debat in de Tweede Kamer aanvliegen op heel veel verschillende manieren. Dat is niet, we gaan er naar kijken. Dat is, we nemen het heel serieus. We laten het zwaar wegen, maar ik weet niet wat de precieze situatie onder uitslag is. Dus ik ga nu niet bam zeggen dit is het, want dat vind ik ook niet democratisch. Ik dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.